Ja, je ziet het. Ik ben weer een beetje gecamoufleerd, want het is vandaag hagedissendag. Laten we eens een hagedis gaan tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag is het hagedissendag. Nou, mijn buurman heeft hagedissen. Dus ik zie wel eens hagedissen. Niet elke dag hoor. Ik ga daar niet elke dag kijken. Ik ben er gelukkig niet bang voor, hagedissen. Maar laten we eens een hagedis tekenen. Dan laten we beginnen met de kop. Zo. Het lijkt een beetje op een slangenkop. Zo. Eigenlijk is het een soort slang, hè, maar dan heeft hij pootjes. Het is een hagedis met hele dunne pootjes, met nageltjes eraan. Ik denk dat het een soort boomhagedis is. Ik heb dit ook gewoon even opgezocht op internet natuurlijk, want ja, ik zeg al, mijn buurman heeft al hagedissen, maar ik zie dat, ik kijk daar ook niet elke dag naar. Zo. Soms hebben ze ook nog wel zo'n tekening op hun lijf. Wat weer zorgt voor schutkleur natuurlijk. Zo. En ik weet niet of heeft hagedis ook zo'n tongetje zoals een slang zo? Zou best eens kunnen. Dat weet ik niet zeker. Nou goed, een hagedis. Volgens mij is die kop iets te klein. Maar goed, ik zou zeggen, ga zelf eens aan de gang met een hagedis. Je kan hem natuurlijk de kleuren geven die je zelf wil. Je kan hem versieren. En je kan hem bijvoorbeeld ook eens op een tak zetten of op een steen. Dat zouden we hier ook nog kunnen doen eventueel. Dat we zeggen van nou, hij zit op wat stenen zo, op wat rotsen. Ik zeg maar wat hè. Het is maar een idee. Goed. Succes met hagedis tekenen en ik zie jullie morgen in de volgende video.